Ik denk daar niet echt over na wat ik nou echt leuk vind aan haar. Ja. Ja, dat heb ik ook. Ja, nee, ik weet het. Dat ik jou alles kan vertellen. Zonder dat je het aan iemand doorvertelt. Ja, dat heb ik ook. Nee, maar dat ga ik niet zeggen, want dan gaat mijn moeder denken van wat. Ja. Hoi, ik ben Puk en ik ben 14 jaar. Hoi, ik ben Lieke en ik ben 12 jaar. En wij hebben elkaar leren kennen bij het dating. Als hij nu gaat wapperen, Lieke. Ja, klaar? Ja. Het dating staat voor vrede, vriendschap en vrijheid. En we doen vooral veel activiteiten die te maken hebben met vrede, met vrijheid. Bijvoorbeeld vandaag zijn we bijvoorbeeld naar een Canadese begraafplaats geweest. Vorig jaar, als eerste hadden we de bloesemtocht, toch? Ja, toen kwam de bevertocht. Nee, eerst nog 4 en 5 mei. Eerst 4 en 5 mei. 4 mei was een herdenking in Madurodam. De kinderherdenking. En daar was jij. Ja, daar ben ik geweest. En 5 mei was ik bij het vrijheidsontbijt en dat was gewoon in Nijmegen. Ja, en daar was ik dan weer niet. En toen ging ik naar Westerbork, namen lezen. Ja. En toen ging jij nog naar de oorlogsproeverij. Ja. Toen we bij het tweede team kwamen, de eerste ontmoeting hadden we elkaar echt heel eventjes gezien. Toen was de vierdaagse en ja, toen hebben we eigenlijk non-stop gepraat. En wat vindt u ervan dat wij voor de vrijheid lopen? Dat vind ik fantastisch. Ik denk dat vrijheid het allerbelangrijkste is wat wij hebben. En daar moeten we allemaal heel erg blij en trots op zijn. En het is goed dat jullie daarvoor lopen. En toen klikte het ook heel erg goed al. Bij de bevertocht al en bij de vierdaagse werd het alleen nog maar meer. En ja. Ik heb nog nooit bij het V-team gedacht, oh, dit was stom. Wie heb je allemaal gezien? Mark Rutte, de koning, die kwam een medaille ophalen. De president van Polen, de ambassadeur van Amerika. Op school is met geschiedenis, zeg maar gewoon van dit, dit en dit is er gebeurd. En bij het V-team ga je er echt veel dieper op in en ga je met echt veteranen in gesprek en zo. Ja. Dat zijn allemaal dingen die we doen. Ja. Maar stiekem tussendoor ontstaat daar ook gewoon een vriendschap. Ja. Ook nog een hechte ook. We spreken eigenlijk elkaar dagelijks bijna wel. Ja, via app. Of en we bellen bijna. Ja. Ik ben ook heel blij met jullie en ook heel trots op jullie. Dank maar dat wel. Weten jullie wel, toch? Ja. Ja. Oké, doei. Doei. Moeten we het omhouden? Ik vind het prima hoor.